Nu ontwijkt hij van Aarle. De enige bij Nederland in het veld die dat eigenlijk niet gebruiken kon, want dat betekent een schorsing. Ook in de wedstrijd tegen Ierland liep hij al tegen geel op immers. Tuller die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. En die nu tot de orde geroepen moet worden door...